Welkom allemaal bij een nieuwe extra video. Extra video natuurlijk vanwege de koersen van Bitcoin. De afgelopen weken, dagen, uh, de koers enorm hard gestegen. Uh, bijna verticaal omhoog. Uh, ik sta er zelf ook best wel van te kijken, moet ik eerlijk zeggen, dat deze koersen nu al zien. Nou, veel van jullie uh, stellen vragen via Instagram uh, ja, over hoe het er nu voor staat. Wat nu verder, dus het leek me goed om daar even sti bij, uh, bij stil te staan. Ik hoop dat ik goed te horen ben. Uh, wordt hier verbouwd. Ze zijn een, een, een stijger buiten mijn ramen aan het bouwen. Dus ik hoop dat dat niet te veel overlast geeft. Sorry daarvoor als je achtergrondgeluid hoort. Um, wat ik vandaag ga doen is um, even kijken naar hoe we er nu voor staan. Wat is uh, de koers op dit moment? Ik probeer zo snel mogelijk de video te uploaden. Want de prijs uh, ja, die gaat zo snel dat de, de, de video zich al snel achterhaald is, laat ik het zo zeggen. Um, maar gefeliciteerd allemaal, we hebben een nieuwe all-time high op de euro, dat kan ik in ieder geval alvast verklappen, en wellicht tegen de tijd dat de video live staat ook alweer op de dollar. Um, verder wil ik even met je kijken naar um, hoe mijn uh, dollar-cost-average-serie ervoor staat, ik heb natuurlijk uh, periodiek bitcoin bijgekocht, en ja, laten we even bekijken hoe dat uh, is uitgepakt. Verder, um, heel even kort staan bij mijn exit-strategie, daar werd ook naar gevraagd, hoe kijk ik naar de bitcoin-koers, en wanneer ga ik uitstappen, wanneer ga ik winst nemen, daar wil ik met jullie even over hebben. En um, ook tot slot nog eventjes kijken naar ja, een prijsverspelling. Dat is natuurlijk iets wat je met een korreltje zou kunnen nemen. Je kunt niet de prijs Maar het is wel interessant om te kijken wat cyclus in het verleden hebben gedaan. Om dat te vergelijken met de situatie van, uh, van nu. Nou, als eerst dan eventjes die koers. Hoe staan we er nu voor op het moment van opnemen? Uh, het is vandaag uh, 5 maart. Het is nu ongeveer drie uur. Ik hoop de video vandaag nog live te zetten. Um, ja, daar zie ik uh, dat we op een koers van uh, 67.500 dollar staan. Bijna voorbij die all time high, die all time high van 2021, november 2021. Toen zaten we ja, rond de 69.000 dollar. Dus ja, daar schuren we echt tegenaan. En ik verwacht eigenlijk ieder moment dat die nieuwe all time high, in ieder geval uh, aangetikt, gaat, uh, gaat worden. Wat ik al zei, we hebben een all time high op de eurokoers. Als we die bekijken, de eurokoers, zien we dat we nu op zo'n 62.000 euro staan. En de laatste all time high zaten op zo'n 60.000 euro. Dus daarop staan we in ieder geval op een all time high. En wat dat betreft kun je eigenlijk zeggen dat. Iedereen die in Nederland Bitcoin heeft gekocht en er niet mee is gaan handelen of andere gekke dingen is gaan doen, eigenlijk gewoon nu op winst zou moeten staan. Um, er zijn eigenlijk geen mensen die op dit moment verlies hebben met Bitcoin ja, in Europa. Mensen die met de euro betalen, dus gefeliciteerd uh, met je uh, positieve cijfers uh, voor Bitcoin in ieder geval. Nou, la laten we als eerst even gaan kijken naar wat ik al zei: naar een stukje. Uh, um, en ik moet daarbij zeggen, ik weet ook niet wat de prijs gaat doen. Ik heb geen idee wat uiteindelijk de koers van Bitcoin gaat worden, wanneer we winst zouden moeten nemen. Maar het is wel interessant om te kijken naar nou, hoe dat in het verleden is gegaan, om ja, dingen toch een beetje in perspectief te zetten. Om vooral te kijken van nou, wat, wat zou eventueel haalbaar kunnen zijn, um, of wat is uh, ja, absoluut out of the scope. Je hoort soms mensen zeggen: Bitcoin gaat naar een miljoen. Nou, dat, dat soort dingen, daar, uh, als je daar nou berekening op loslaat, dan uh, kom je toch van een koude kermis thuis. Wat heb ik bekeken? Nou als eerst dan eventjes pakken we de koers bij van de afgelopen jaren. Zet ik even de tekeningen aan. Um, wat zie je hier? Het belangrijkste hier eigenlijk is, uh, wat je hier ziet, zijn de blauwe lijnen. De blauwe lijnen zijn de halvings. De halvings zijn de momenten waarop de uh, hoeveelheid bitcoin die iedere dag vrijkomt, gehalveerd wordt. Dus um, ja, de hoeveelheid bitcoin die miners um, uh, kunnen minen, die wordt steeds minder. Daardoor wordt uh, de supply steeds kleiner en wordt bitcoin eigenlijk steeds schaarster. Er komt wel bitcoin bij, maar het is steeds minder wat erbij komt. Nou, wat we daarbij zien is dat er eigenlijk iedere keer eenzelfde soort um, cyclus ontstaat, op eenzelfde soort manier als, um, als voorgaande cyclusen. En allemaal rondom die heffing. Uh, die helfting uh, die we hier zien in 2012. Nou, daarvoor hebben we een daling gezien van zo'n 93%. Dus de koers is toen 93% in elkaar gekakt. Om vervolgens zo'n 61, 62.000 keer of sorry, 61, 62.000 procent te stijgen. Dat betekent dat de koers ongeveer in dit geval 618 keer over de kop is gegaan. Nou, het is natuurlijk een heel vroeg stadium van, van Bitcoin geweest. Er was veel minder geld nodig om die koers ook flink te laten stijgen. Naarmate die koersen hoger zijn, is er ook meer geld nodig om, uh, om te laten, de koers te laten stijgen. Nou, ook toen hebben we weer een daling gezien van bijna 90%, uh, 86% om precies te zijn. De nieuwe uh, stijging rondom de volgende herving, de herving van 2016. Nou, Daar zien we een koersstijging van uh, zo'n 11.000%, oftewel uh, ongeveer 118 keer over de kop gegaan. Vervolgens weer hetzelfde, 84% gedaald. De volgende stijging, zo'n 20 keer uh, over de kop gegaan. Weer een daling gehad van zo'n 77%. Dus je ziet dat die, stij die, die stijgingen en die dalingen uh, steeds terugkomen. De fluctuatie wordt wel steeds minder. Hè. Je gaat van een daling van 93 naar 86, naar 84, naar 77. Dus die daling wordt steeds minder, maar is nog steeds heel erg extreem. Maar ook die stijgingen worden een stuk minder uh, extreem. Ik heb ook een overzichtje gemaakt in numbers, daar kom ik zo meteen even op terug. Maar wat ik als eerst nog even wil laten zien, of even wil, wil aanwijzen, is wat opvalt, is dat die bull market, dus van de, het laagste punt naar het hoogste punt, als we die in verhouding zetten met die heffing, zien we eigenlijk dat die steeds uh, ja, ongeveer in het midden ligt. Dus de periode hier van het laagste punt tot de heffing, is ongeveer net zover als van de helving naar uh, het hoogste punt. Hetzelfde geldt hier, hetzelfde geldt hier. Um, best wel een opvallend uh, iets, dus. En nogmaals, um, we kunnen niet de toekomst voorspellen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Maar het is wel iets waar ik, uh, waar ik naar kijk, waar ik rekening mee, uh, mee hou. Wat je verder ziet, is dat die stijging voor die helving. Steeds een stuk kleiner is dan na die helving. Dat die na die helving uh, ja, echt enorm uh, parabolisch gaat, om het zo maar te zeggen. Um, laat je overigens niet uh, verrassen door het feit dat dit een logaritmische schaal is. Hè. Als ik deze schaal uh, niet op logaritmisch zou bekijken, ja, dan zie je dat. Ja, dan is die, die grafiek eigenlijk niet meer te, te bekijken. Um, maar die, die koerstijgingen zijn echt gigantisch geweest. Dus hou er rekening mee dat het hier uh, een vertekend beeld uh, geeft. Um, ook hier weer een wat mindere stijging tot de halving, vanaf de halving een enorme explosie. Dat zie je steeds weer. Nou, dat heb ik ook even in een numbersbestandje gezet. En wat je ziet, is dat um, als we kijken naar de, uh, de bull market rondom die halving, dan zien we eigenlijk het volgende. We zien dat um, bij deze bull market, ik heb de eerste halving even uh, weggelaten, de eerste bull market, sorry. Um, bij deze eerste zie je uh, ja, een, een stijging van keer 5. Dus je ziet dat de, de prijs 5 keer over de kop gaat van het laagste punt naar uh, de prijs van de helving. Dat zien we hier. We zien dat de koers um, nou, eerst zo rond die 2 dollar zat. Um, die is flink gestegen tot nou, ja, 10, 12 dollar. Um, dat komt uit op een stijging van keer 5. Dus 5 keer over de kop gegaan. 375 dagen hebben we daarover gedaan. Vervolgens zien we dat we vanaf die 10, 12 dollar naar zo'n 1200 dollar zijn gestegen. Dat is een stijging van 97 keer geweest, echt gigantisch toen. Maar nogmaals, er was veel minder kapitaal nodig om Bitcoin ook daadwerkelijk te laten stijgen, omdat de market cap, de marktcapitalisatie gewoon een stuk lager was. En wat we zien is dat we daar 367 dagen over hebben gedaan, dus ongeveer net zo lang als die eerste periode. Um, als we dan kijken naar het verschil tussen de initiële stijging voor de helving en de... Stijging na de helving zie je dat dat uh, factor 19 is. Dus die eerste stijging van keer 5, nou, als we die vermenigvuldigen met 19, dan komen we op die tweede stijging uit. Oftewel, deze stijging die we hier zien, die was 19 keer zo groot als deze stijging. En nogmaals, dit is een uh, logaritmische schaal. Dus het vertekend beeld vertekent wat. Maar we zijn hier dus van uh, 2 naar ongeveer 10 dollar gegaan. En hier zijn we ongeveer 10 dollar naar 1200 dollar gegaan. Um, als we kijken naar de volgende cyclus, dus dan hebben we het over de halving van uh, 2016, zien we eigenlijk weer hetzelfde. Hè? Dus die periode voor de halving en de periode na de halving is ongeveer net zo lang. Maar we zien weer dat de stijging voor die halving wat minder is geweest. En na die halving zien we echt die parabolische stijging. Nou, daar zien we dat we voor de halving zo'n drie keer uh, stijging hebben gehad. Dus de prijs is keer drie gegaan in 532 dagen. En heel toevallig, na de halving, tot het piek van de markt, was ook 532 dagen. En dat was een factor 29. Dus de prijs van de halving is toen keer 29 gegaan. Nou, vergelijken we die 29 en die drie uur met elkaar, komen we uit op een uh, verhouding van 10. Dus de stijging na de halving is 10 keer zo groot als de stijging voor de halving. Nou, ik hoop dat het principe duidelijk is. Dan zal ik er nu nog wat sneller doorheen gaan voor de de volgende halving, dat is die van 2020 geweest. Ook hier zien we weer hetzelfde. Zelfde periode voor als daarna. Dat is zowel, uh, dat was uh, 502 dagen ervoor en 562 dagen erna. Dus ook weer heel erg dicht bij elkaar in de buurt. De stijging voor de halving 1,8 uh, keer. Dus de prijs van de bodem tot de halving is keer 1,8 gegaan. En daarna keer 6,6. Nou, dat verschil, die, die, die ratio is 4. Nou, wat valt hier op? Um, nou, wat eerst opvalt is dat we... Nu, dus eigenlijk hè, sinds de, 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 de low zeg maar, van zo'n 15.000 in november 2022, tot nu dat we daar een gigantische stijging zien. We zitten nu op de prijs ja, rond die all-time high, terwijl we eigenlijk zien dat altijd bij de halving, zoals hier, zoals hier um, en zoals uh, hier. Maar eigenlijk altijd op een prijs zitten onder de vorige all-time high. Dus wat dat betreft, wat ik al zei, verbaast die koers mij best wel dat we nu al uh, een koers van ja, ro rond die 70.000 dollar zien. Dat is echt wel uh, gigantisch. Um, nou, dat heeft eigenlijk alles te maken met natuurlijk uh, de acceptatie van de ETF's. We zien dat er een enorme inflow is van geld vanuit de ETF's. Miljarden zijn er al geïnvesteerd in de ETF's. Een aantal dagen geleden zelfs 1 miljard in één dag. Dat is echt enorm en dat is veel meer dan dat de daadwerkelijke supply van Bitcoin is. Uh, van miners, die nieuwe bitcoins vinden, dat is niet voldoende en daardoor ja, wordt die prijs omhoog uh, gestuurd. Wat we nu zien, uh, ik ga even ervan uit dat we rond die 70.000 dollar uitkomen op de halving. Ik weet dat we nog nou, anderhalve maand te gaan hebben. Het zal midden april ergens zijn. Um, maar in mijn berekening ga ik er voor nu even van uit dat we op 70.000 dollar zitten met die halving. Um, ik ga dit achteraf natuurlijk nog aanpassen, um, maar ja, dat moeten we doen met de data die we nu hebben. Wat zien we dan? Dan zien we dat we vanaf uh, de bodem, dus die bodem hier, november 2022, op die 15.000 dollar ongeveer, um, tot die 70.000, dat is een uh, vermenigvuldiging van 3,4. Dus de prijs is keer 3,4 gram. Nou, de bodem tot aan de halving, dat staat wel redelijk vast. Kan 1 uh, of twee dagen verschillen, omdat we niet precies weten wanneer de halving is. Maar dat is ongeveer 510 dagen. Uh, dat zal midden april uh, zijn. Nou, wat kunnen we vervolgens bekijken? We kunnen bekijken wat die. Uh, ratio is geweest van de stijging voor als na de helving. Wat we zien is dat dat uh, steeds minder wordt. Dat was eerst 19, dat werd toen vervolgens 10, dat werd toen 4. En wat je ziet is dat het eigenlijk min of meer een um, um, ja, factor 2 is, dat, dat, dat het een halvering is. Dus van 19 naar 10 is ongeveer een halvering, van 10 naar 4 is iets meer dan een halvering. Laten we er even voor het gemak van uitgaan dat we um, een factor 2 gaan zien in de nieuwe bull market. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat we um, de vermenigvuldiging van voor de halving, dus die 3,4, dus het stuk van deze drop, of dit laagste punt, tot aan de halving, we weten niet precies wanneer dat is, sorry, we weten niet precies welke prijs dat is. Daarbij heb ik nu eens even uh, heb ik een aanname in gedaan. Dat is keer 3,4 geweest. Dan nou, vermenigvuldigen we dat met 2 om tot die ratio te komen. Dan zou je op een uh, vermenigvuldiging van 6,8 komen vanaf de prijs van de halving tot aan de nieuwe, uh, de nieuwe top. Um, nou, als we dan ook even uitgaan van 510 dagen, dat die voor en na de halving ongeveer net zo lang uh, duurt, die, uh, die stijging, die boelmarkt, dan zouden we uitkomen op een koers van 525.000 dollar uh, op 11 september 2025. Mm. Um, even meteen de voetnoten bij, kan, kanttekeningen bij. Ik ga er niet vanuit dat dit klopt. Uh, de kans dat dit precies klopt is ja, nieuw, is gewoon uh, eigenlijk nul. Um, maar we gaan dus op basis van ja, in het verleden behaalde resultaten gaan we naar de toekomst kijken en dat is dus niet een betrouwbare bron. Dat moet ik meteen even bijzeggen, maar het geeft wel een perspectief van nou, wat zou eventueel mogelijk zijn. Um, nu is het wel zo dat we hè, hier is een factor 6,8, nou we hebben hier hogere factoren zien, de laatste was dan 6,6 ongeveer gelijk. Um, dat is wel lastig omdat die... Market cap, dus veel grotere soorten, is er veel meer geld nodig om dezelfde procentuele stijging van bitcoin te krijgen. Um, dus dit is voor mij echt wel een, een absolute max. Uh, dit is echt een, een bovengrens voor mij wat de prijs zou, zou, kunnen gaan, uh, zou kunnen gaan doen. Maar het is wel interessant om dat deze manier te bekijken. Overigens um, ben ik uitgegaan van uh, een prijs van 70.000 dollar bij de halving. Dat hadden we... Vooraf niet verwacht, wat ik al zei. Hè, vaak zit je bij de halving zit je onder de vorige all-time high. Um, dus dat geeft natuurlijk ook al een vertekend beeld dat dit, uh, deze vermenigvuldigingsfactor best wel hoog is. Dus wellicht dat we zien dat die stijging nu iets eerder plaatsvindt. En dat we na de halving misschien wat mindere stijging gaan hebben. Nou, ik ga dat updaten. Dus daar bij de halving zijn, dan weten we ook wat de data zegt. Het kan zomaar zijn, als ik even wat verder uh, inzoom. Het zou zomaar kunnen zijn dat we. Toch nog hier een stuk gaan dalen en dat we bijvoorbeeld op, nou ja, wat zal het zijn 45.000 euro uitkomen, of sorry, dollar uitkomen dan ziet uh, die berekening er natuurlijk helemaal anders uit. Dus die berekening ga ik nog updaten. Dan kom ik daarbij ook meteen bij mijn volgende punt. Veel mensen vragen van, ja, moet ik nu instappen? Uh, heb, heb ik de boot gemist? Uh, dat is dus natuurlijk de grote vraag. Hè? Heb je nog geen positie in, uh, in bitcoin en wil je dat wel? Ja, dat, dan is de vraag, moet je nu instappen of moet je wachten? Nou goed, ik weet dat ook niet. Wat ik wel weet uh, is, ik zal eventjes de vorige koers erbij pakken. Dat in de vorige boelmarkt... Voor niet alleen deze, maar verschillende uh, boelmarkten. Ik zal deze even overslaan. want Dit is de coronadip. Um, maar bijvoorbeeld deze boelmarkt van uh, 2016, laten we dat zeggen. Uh, enorme uh, retracement zijn geweest. Dus wat je ziet is dat we hier bijvoorbeeld een retracement hebben gezien van zo'n 40%. Je ziet het hier, koers terug is gegaan: 35%. Hier hetzelfde, 30%. Hier weer hetzelfde 40%. Dus je ziet dat in zo'n boeren uh, ook enorme dips plaatsvinden. Dat lijkt nu helemaal niets. Uh, als je met, met de data die we nu hebben, uh, uh, lijkt dat allemaal niet zo, uh, niet zo voor te stellen. Maar geloof mij, als je in deze periode in crypto zat, dan denk je dit is het einde. Dit was de top. Ik heb de top gemist. Ik had moeten verkopen et cetera. Um, dat was overigens niet alleen deze boeren. Wat ik al zei, dat zie je hier ook. Hè? Dus als ik hier kijk, nou, dat is ook een uh, 20 We zien hier. 30%. Dat zal de aankomende boeren ongetwijfeld ook weer gaan gebeuren. Dus wat je zou kunnen doen als je zegt: nou, ik wil toch nog eens zo op crypto. Kun je wachten uh, op zo'n retracement, wacht je bijvoorbeeld op een daling van 30%, dan stap je dan in. Het nadeel is wel, ja, we weten niet wanneer dat gaat gebeuren. Het kan zomaar zo zijn. Dat de koers eerst nog een heel stuk doorstijgen, dat we dan een correctie van 30% krijgen, en dat we dan weer ja, verder gaan stijgen. Um, dan zou je nu dus beter af zijn met nu aankopen. Maar met zulke groene kennels aankopen, dat is toch best wel riskant. Okay. Ik heb zelf um, wel wat aangekocht afgelopen week. Hier in het geel zie je mijn ja, wat grotere aankopen in het groen zie je de, de maandelijkse aankopen die ik hier op YouTube heb gedaan. Ik heb van de week best wel een grote aankoop gedaan omdat ik uh, uh, ja, steeds meer vertrouwen erin krijg. Wat dat betreft gaat dat in tegen mijn theorie natuurlijk dat je uh, als het niet interessant is moet kopen en als het uh, flink aan het uh, exploderen is de prijs, dat je dan moet gaan verkopen. Uh, nou, dat heb ik deels gedaan, maar toch koop ik nog wat bij. Ik heb dat wel verdeeld, dus ik heb niet dat de hele bedrag hierin gelegd. Ik heb een deel hierin gelegd. Een deel leg ik over bijvoorbeeld een week of twee in. In de hoop dat we dan wat lager staan. Maar wellicht ja, is de trein dan al vertrokken, om het zomaar eh, te zeggen. Um, maar mocht je dus nog willen instappen, ja, wacht eventueel misschien zo'n retracement af. Wat ik er wel bij wil zeggen is dat ik verschillende polls heb gezien op Instagram. Waar mensen vragen: wat doe je op dit moment? Koop je Bitcoin? Verkoop je Bitcoin? Of wacht je op de dip? Ja, dan reageert 70% met: ik wacht op de dip. En dat is misschien wel een teken dat die dip er helemaal niet gaat komen. En dat we gewoon meteen doorknallen naar een nieuwe all-time highs. Um, als we ook naar het verleden weer kijken, naar het moment dat we oude all-time highs hebben doorbroken, zie je dat we echt binnen de kortste keren een enorm hoge koers hebben gezien, wat we dan een prijs discovery zetten. Dus niemand weet wat, ja, Bitcoin dan op dat moment waard is. Dan kan het wel echt heel erg snel gaan. Dus nou, wat dat betreft, hele interessante tijden. En ben ik benieuwd hoe het, uh, hoe, ja, hoe het er over een, een aantal maanden uit gaat, uh, gaat zien. Um, dan nog even de vraag, uh, heel kort: van wat is mijn exit-strategie? Ik heb daar eerder een video over gemaakt, dus daar zal ik even naar verwijzen. Um, als je zoekt naar langzaam rijke exit-strategie, dan vind je hem. Daar heb ik uh, ja, wat, wat uitgebreider uitleg van verschillende ind indicatoren die ik bijhoud. Wat ik meteen bij moet zeg te, uh, zeggen, met de billen bloot, is um, dat ik um, toen naar indicatoren heb gekeken: dat ik de vorige cycle, dus um, zeg maar 2021, uh, deze top hier. Heb ik uh, bijna niet verkocht. Dus ik heb uh, uh, veel te weinig winst genomen. Uh, ik had toen verwacht dat de koers nog verder zou gaan stijgen. Dus ja, wat dat betreft. Uh, um, ja, uh, heb ik me. Nou, ik heb wel aan mijn strategie, wel aan mijn strategie gehouden. Alleen mijn strategie was niet spot-on, laat ik het zo zeggen. Uh, maar kort samengevat kijk ik eigenlijk naar twee belangrijke indicatoren: dat is de Bitcoin Investor Tool. Waarbij je ziet um, dat dat uh, in de groene lijn zie je de, de moving average van, van twee jaar. Dus de gemiddelde prijs van de afgelopen twee jaar van Bitcoin. In het rood zie je diezelfde moving average keer vijf. En wat je ziet is dat eigenlijk steeds bij die pieken dat we uh, daar over die, uh, die moving average keer vijf heen zijn gegaan. Behalve dus de laatste keer. Daarbij zie je dat we hem net hebben aangeraakt. Als dus we een stuk inzoomen. Net niet hebben aangeraakt moet ik eigenlijk zeggen. Um, de, dus dat we ja, daar niet die rode, uh, dat rode gebied in zijn gegaan. Dat is dus ook een van de redenen waarom ik toen weinig winst heb genomen. Um, maar dat geeft wel een goede indicatie. Oh, klik verkeerd. Goede indicatie voor mij um, ja, waar, ik, uh, waar we nu staan. Als we nu kijken op dit moment zien we dat we nou ongeveer tussen die groene en die rode lijn inzetten. Dus ongeveer tussen de twee keer uh, twee jaar moving average. En de twee jaar moving average keer vijf. Dan is er in mijn ogen nog best wel wat ruimte om, uh, om verder te stijgen. Die combineer ik met de R-holdel. De R-holdel, um, nou, kijk daarvoor even die andere video voor een wat uitgebreidere uitleg. Maar daarbij kijken we naar um, het verschil tussen mensen die Bitcoin al langer vasthouden en mensen die het wat korter in hun wallet hebben. En dat zegt iets over het marktsentiment. Als mensen die het heel lang vast hebben gehad, het gaan verkopen, dat wil wat zeggen. Um, daarbij zagen we ook dat bij de vorige uh, pieken we de R-holdel in het rood zagen. Ook hiervoor geldt dat de vorige stijging, dus de vorige piek 2021, die al helemaal niet in, rode, in dat rode gebied is gekomen. Dus ook dat is weer iets om rekening mee te houden. Mijn extra strategie was op het moment dat zowel de Arnholdel als de Bitcoin Investor Tool uh, dat rode signaal geven, dan begin ik met verkopen. Dat is dus niet gebeurd, waardoor ik eigenlijk heel erg weinig winst heb genomen. Maar ik hou ze nog steeds in het oog om te zien ja, wat het marktsentiment is en hoe we er op dit moment voor staan. Um, dus ja, heb je daar interesse in, bekijk vooral even die andere video. Uh, die is alweer twee jaar oud. Uh, maar dan geef ik daar wat meer uh, uitleg over. Tot slot dan um, een stukje uh, dollar cost average. Ik heb natuurlijk de dollar cost average serie hier op YouTube bijgehouden. Daar ben ik in 2021 januari mee uh, begonnen. Ik heb ze volgens mij ook ingetekend. Ja, wat je hier ziet zijn in het groen de aankopen van de dollar cost average serie. In het oranje zijn de Ethereum aankopen. Waarbij je ziet dat ik um, hier op die piek natuurlijk best wel veel gekocht heb. Hier op een gegeven moment wat minder. Um, heel eerlijk, heel simpel. Um, ik kocht alleen maar als ik een video over maakte, dus ik uh, ja, het is een YouTube serie. Ik heb mijn eigen persoonlijke portefeuille nog wat crypto betreft. Dat staat los van die uh, YouTube serie. Daar heb ik gewoon uh, nog aankopen gedaan hier. Uh, maar ik maakte op een gegeven moment minder video's. Dus ik maak nu op dit moment één keer in de twee weken een video, terwijl ik voorheen twee keer per week een video maakte. Nou, dat wil dus zeggen dat ik voorheen iedere maand een dollar average video maakte en dat, dat ik dat op dit moment niet meer doe. Maar wat je ziet is dat ik wel ja, gedurende de tijd gewoon nog ben blijven kopen. Alleen misschien wat minder. Um, het voordeel is wel, op die lagere prijzen kun je een stuk meer bitcoin voor je geld krijgen. Ik heb steeds hetzelfde bedrag ingelegd. Dus waar ik hier kocht deze, tegen een prijs van 50.000 dollar, kocht ik hier tegen een prijs van uh, 16.000 dollar. Waardoor ik op dat punt gewoon veel meer crypto voor mijn geld kreeg. Je kunt het hier ook zien. Hè? Um, dus wat, ja, wat was de prijs? Nou, op 53.000 uh, euro dat kreeg ik 0,004 bitcoin voor mijn, uh, voor mijn 250 euro die ik inlegde. Um, maar op een gegeven moment was het een stuk lager, hier leg ik ook 250 euro in. Ik kreeg 0,015 bitcoin, dat is bijna vier keer zoveel. Um, dus ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik die prijs flink heb kunnen drukken. Nou, als we nu kijken bij witvaart wat de prijs van bitcoin is, pak ik er even bij. Um, uh, 62.283, die vul ik hier even in. 62.283. Vul ik ook nog even de prijs van uh, ethereum in. Even kijken, Ethereum staat op 3473. 3473. En nogmaals, die prijzen zullen waarschijnlijk tegen de tijd dat je deze video kijkt alweer helemaal anders zijn. Wat zien we dan? Nou, mijn totale inleg zie je hier, hè? dus 5500 euro in Bitcoin en 1000 euro in Ethereum. Dus samen eh, 6500 eh, euro ingelegd. Doordat we spreiden over die langere termijn. Eh, wat is dit moment waard? Nou, Bitcoin, eh, zoveel Bitcoin heb ik gekocht keer de prijs van nu. Het bitcoin is een 11.000 euro waard. Ethereum op dit moment, hetzelfde verhaal, een kleine 2000 euro waard. Samen 12.920 euro aan waarde eh, wat betreft eh, de dollar-cost-average serie. Nou, als we dit, uh, dit bedrag, dus de waarde van nu, als we daar de inleg vanaf halen, dus die 6500 euro, uh, dan zien we dat we zo'n 6500 euro winst hebben, 6400 euro. Oftewel, mijn inleg is op dit moment verdubbeld. Uh, ondanks het feit dat ik um, op hogere koersen hier heb gekocht, kijk, als we hier, het uh, is een beetje een gemiddelde, hè, waar ik nou met mijn muis sta, als we vanuit hier meten, um, even het goede ding pakken, als we vanuit hier meten, tot aan de prijs van nu zie je, nou dat is maar een stijging van 37%. Maar juist omdat we ook op die lagere koersen flink hebben kunnen bijkopen, omdat we steeds hetzelfde bedrag hebben ingelegd, hebben we die prijs flink kunnen uh, drukken. En ja, dat laat gewoon de kracht van dollar-cost effort zien. Dit is de reden dat ik deze serie uh, zo'n twee jaar lang uh, gemaakt heb. Ondertussen al bijna drie jaar. Maar natuurlijk wel uh, begin wat meer dan, uh, dan wat later, omdat ik wat minder video's ben gaan maken. Maar drie jaar lang heb ik dit gedaan, drie jaar lang heb ik uh, uh, geïnvesteerd. Tijden waarin iedereen me voor gek verklaarde, <laughs> ik helemaal geen views meer kreeg op mijn Bitcoin-video's, kocht ik hier toch weer Bitcoin. Um, en wat je ziet is dus, nou ja, simpel gezegd: uh, een verdubbeling van mijn, uh, uh, van mijn inleg. Dus dat is hartstikke mooi. Ik ga hier nog mee door. Dus ik ga uh, met deze serie nog eventjes door. Uh, met wat aankopen. Op een gegeven moment ga ik wel de serie, uh, ja, ga ik besluiten om te gaan verkopen. Uh, dat zal ik ook weer gespreid gaan doen, dus dat zal ik ook weer uh, uh, misschien maandelijks of wekelijks gaan doen. We moeten nog even kijken. Um, maar laat even weten in de comments of je het leuk vindt om dat dan ook, uh, ook te zien. Hoe dan zo'n verkoopproces gaat. Het aankopen kennen we ondertussen wel, maar dan het verkopen. Wat ik dan tot slot nog even wil doen, is um, de aankoop van deze maand doen. Daarbij even een nieuw feature laten zien... Ik zeg nieuw, maar eigenlijk is die feature helemaal niet zo nieuw. Alleen nogmaals, ik maak dus niet zoveel video's meer... en ik wil niet te veel crypto-video's maken. Uh, het kanaal heet immers Langzaam Rijken. Um, maar deze feature heb ik nog niet laten zien, de feature van Bitfavo. Uh, dat is periodiek kopen. Dus ik deel even mijn scherm met jullie. Wat je hier ziet is het uh, beschikbare saldo van 250 euro. Nou, die heb ik uh, een uurtje geleden even overgemaakt via Ideal... als voorbereiding op deze video. De rest van het saldo overigens, de, de laatste aankoop... Um, die is uh, ondertussen... Even hier kijken... Nou, Zo'n 400 euro waard. Dus de laatste aankoop van 250 euro, die is 400 euro waard geworden. Um, dus dat is hartstikke mooi. Um, maar de vorige aankoop heb ik allemaal overgeschreven naar een ledger. Is ook gewoon een tip als je grotere bedragen op een gegeven moment aan crypto hebt, laat die niet op een exchange staan. Maar schrijf het over naar een ledger, zodat het uh, ja, veilig staat, mocht zo'n exchange failliet gaan, of, uh, of ja, mocht er iets mee gebeuren. Um, wat dat betreft heb ik uh, wel redelijk vertrouwen in, uh, in Bitfavo. Um, ze hebben natuurlijk ook wat slecht, slecht nieuws gehad in het verleden. Maar dat laat maar weer zien hoe. Uh, kwetsbaar zo'n platform kan zijn. Maakt niet uit welk platform je gebruikt. Uh, Elk platform uh, wat betreft crypto uh, kan daarmee te maken uh, krijgen. Dus zorg ervoor dat als je grotere bedragen hebt dat je die gewoon veilig stelt. Um, maar vandaar dus dat bedrag. Je ziet hier periodiek kopen. Dus uh, daar klik ik nu aan. En je kunt een uh, periodieke aankoop instellen. Nou wat doen we dan? We willen Bitcoin kopen, die staat bovenaan. En ik wil 250 euro. Um, wil ik maandelijks kopen. Nou, je kunt hier kiezen hè. maandelijks, uh, elke twee weken of wekelijks. Ik kies voor maandelijks. De eerste datum, de eerste mogelijkheid is uh, morgen. Dus ze zeggen morgen. Vervolgens klik ik op bevestigen. Wat we zien, is uh, dat we 250 euro aankopen. Het jaarlijkse totaal is 3000 euro. En maandelijks gaat hij dus um, die aankopen doorvoeren. Nou, klik op controleer. Um, wat zien we? Nog één keer het overzicht. Maandelijks 250, jaarlijks 3000 euro. Bitcoin, iedere maand vanuit je eurosaldo. Ik stel hem in. Dat betekent uh, dat de uh, aankoop nu is, uh, is ingesteld. Waar je wel rekening mee moet houden, staat hier ook uh, belangrijk om te weten. Zorg dat je genoeg saldo hebt voor je periodieke aankopen. Houd je eurosaldo dus in de gaten. Het huidige saldo is 250 euro. Heb je niet genoeg saldo, ja, dan kun je dat dus ook niet aankopen. Dat kun je oplossen door een automatische bankoverschrijving bijvoorbeeld te maken. Um, maar zelf uh, kies ik ervoor om dat gewoon even met ideal over te maken. Um, ik klik op doorgaan. Morgen zal dus die nieuwe aankoop, die zie je hier nu rechtsbovenin staan. Morgen zal die nieuwe aankoop doorgevoerd worden. En dat zorgt ervoor dat ik uh, ja, de volgende aankoop ook kan gaan toevoegen. Um, ik kan die aankoop nu dus nog niet toevoegen. Uh, maar zodra die is doorgevoerd, ga ik hier even een spreadsheet verwerken. En op die manier hou je dat bij. Ik heb uh, gevraagd aan Bitfavo of dit. Ook um, beschikbaar komt voor verkopen. Dus of we ook uh, de verkopen maandelijks kunnen gaan doorvoeren of wekelijks kunnen gaan doorvoeren. Dat is op dit moment niet het geval. Dus op dit moment is het niet mogelijk om maandelijks, wekelijks, tweewekelijks verkopen te doen. Um, maar ik heb het wel een suggestie gegeven: ja, we zitten nu eenmaal in die boelmarkt, mensen willen gaan verkopen. Het zou mooi zijn als je op die manier dus gespreid kunt uitstappen en um, ja, een gemiddelde prijs voor je, voor je bitcoin kunt gaan krijgen. Nou, um, uiteindelijk best wel een lange video geworden. We zitten al bijna op een half uur, dus ik ga er een eind aan breien. Ik wil je bedanken voor het kijken. Heb je vragen, suggesties, uh, laat het zeker even weten in de comments. Dit is een iets minder voorbereide video, gewoon vanwege de actualiteiten. Dus ik vind het leuk om het hierover te hebben met, uh, met jullie kijkers. Dus laat het zeker even weten in de comments. Kunnen we dadelijk verder praten. Uh, duimpje omhoog als je de content kon waarderen. En ook terug te zien bij een volgende video. Tot dan.